Hallo, waarom ben jij op aarde? Waarom heeft God jou geschapen? In deze videoboodschap wil ik graag samen met jou nadenken op deze hele belangrijke, essentiële vraag waarom God specifiek jou gemaakt heeft. Dus niet alleen waarom God de mensheid heeft gemaakt, maar waarom God specifiek jou heeft gemaakt. Had God al niet zoveel mensen, dat hij al meer dan genoeg heeft, waarom heeft hij jou speciaal nog nodig, terwijl hij al zoveel mensen heeft? Hij heeft al miljarden mensen. Waarom was het zijn verlangen om jou te maken? Nou, daar wil ik in deze boodschap op ingaan. Een aantal weken geleden heb ik deze vraag, waarom heeft God jou gemaakt, gesteld aan mijn nieuwsbrieflezers. En ik heb daar een overweldigende hoeveelheid reacties op gehad. En het is heel interessant welke antwoorden mensen erop geven. En wat mij opviel, is dat het overgrote deel van de mensen die daar antwoord op gaven, een antwoord gaven in de trant van, wat is mijn taak? Sommige mensen die hadden echt geen flauw idee waarom God hen had gemaakt. En anderen die hadden wel het idee dat God een bedoeling, een bestemming voor hen had, maar wisten het eigenlijk al niet zo goed. En een bepaalde categorie die wist heel duidelijk wat hun taak was op aarde. Die hadden dat ontdekt en wat hun roeping was, wat hun gave was. En beschreven het doel van hun bestaan eigenlijk in de vorm van een taak, van een bediening. En eigenlijk een steeds kleiner wordende groep reageerde vanuit het hart. En die hadden ontdekt dat de reden waarom ze waren op aarde is omdat God van hen hield. Dus zij zeiden van ja, God houdt van me, daarom ben ik hier. Iemand vertelde, en dat vond ik heel leuk, van ik ben hier omdat God nog geen versie van mij had. En dat raakt al heel erg de kern waar ik het vandaag met jou over wil hebben. Want God is een God van liefde en hij verlangt naar je. Hij heeft jou geschapen omdat hij van je houdt. Eigenlijk maar een heel klein gedeelte van alle antwoorden die ik heb gekregen, die gingen echt specifiek in op mijn vraag, waarom heeft God jou gemaakt? De meeste die gaven een algemeen antwoord op waarom God de mensheid heeft gemaakt, maar ik wil het nog toespitsen op waarom heeft God jou gemaakt. Om dat te begrijpen is het natuurlijk eerst belangrijk om een idee te krijgen waarom heeft God überhaupt de mensheid gemaakt. En daarna wil ik gaan inzoomen op de vraag waarom heeft God jou specifiek gemaakt. Nou, de vraag waarom heeft God de mensheid gemaakt, dan moet je niet bij de mensheid zoeken, maar het antwoord moet je in het hart van God gaan zoeken. Dus we gaan ons verplaatsen in het hart van God. Waarom zou God mensen nodig hebben? Waarom zou God een behoefte hebben om mensen te maken? Om dat een beetje te kunnen aanvoelen, wil ik met jou gaan naar een gezin. Ik weet niet of je getrouwd bent, of je een relatie hebt, en of je kinderen hebt of niet, maar ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen dat als een getrouwd stel een bepaalde kinderwens heeft, dan is die kinderwens ergens op gebaseerd. En mijn vraag is, daar wil ik even over nadenken, waarom zouden mensen kinderen willen? Waarom verlangt een moeder naar een kind? Waarom verlangt een man, een vader naar een kind? Is dat om het huis schoon te kunnen maken? Of om het bedrijf later over te nemen? Of omdat het een bepaalde status geeft? Want als je kinderen hebt, dan tel je mee in de samenleving, in de maatschappij. En zo kun je allerlei redenen bedenken. En misschien dat het wel allemaal een heel klein stukje bijdraagt aan het verlangen naar kinderen. Maar dat mag natuurlijk niet het hoofdmotief zijn. En dat is het hoofdmotief ook niet. Voor het overgrote gedeelte van de mensheid, die verlangen naar kinderen, omdat ze naar verlangen hun liefde te delen. Ze verlangen naar kinderen uit liefde. En als wij in ons eigen hart dat al kunnen ontdekken, wij als mens, als onvolmaakt mens, die in een verbroken wereld leven, kunnen toch in onszelf ontdekken, je verlangt naar kinderen omdat je je liefde wil delen. En op het moment dat ik dan de vraag stel, waarom heeft God jou geschapen, waarom heeft God jou gemaakt, dan krijg ik toch antwoorden die betrekking hebben op prestaties. Op werken, op doen. Heel onlogisch. En dat komt omdat we eigenlijk in een samenleving, in de maatschappij leven die heel erg prestatiegericht is. En we zijn het zo gewend dat we moeten presteren, dat we moeten verdienen, dat we ergens aan moeten voldoen, dat we diplomas moeten halen, een status om mee te tellen, want daar ligt onze identiteit in. Dus dan gaan we vanuit de primaire reactie denken we ook dat God iets van ons verwacht. Alsof hij
nodig heeft, wat wij kunnen doen. Alsof God het niet zelf kan en zegt, nou, ik moet een heleboel dingen doen, maar ik kan het niet zo goed zelf, dus ik maak een heleboel mensen, dan kunnen zij dat voor mij gaan doen. Dat is een absurde gedachte. En als je erover nadenkt, denk je, ja, hoe belachelijk is dat? Dat wij denken dat God ons nodig heeft om iets op aarde te doen wat hij zelf niet zou kunnen doen. En sommigen zeggen, ja, maar dat staat in de Bijbel, want toen God de mens schiep, toen zei hij tegen de mens dat wij de taak hebben om de aarde te beheren. Nou, dat is heel grappig als je daarop inzoomt, want als je naar de aarde kijkt, naar de schepping kijkt, en je ziet wat wij als mensen daarvan hebben gemaakt, wat zeggen we eigenlijk met elkaar, wat is het mooiste, die ongerepte natuur, waar de mens nog geen invloed op heeft gehad, daar is de natuur eigenlijk op zijn mooist. Nou, als dat zo is, en ik geloof dat, dan betekent eigenlijk dat de hele schepping, de natuur, de aarde, beter af is zonder ingrijpen van de mens. Oftewel, God kan het eigenlijk veel beter dan dat wij het kunnen. Maar waarom heeft God dan gezegd tegen de mens dat wij de aarde moeten beheren? Dat moet dan een andere reden hebben. En dat heeft ook een andere reden. Want ten diepste zijn wij niet bedoeld om de aarde te beheren omdat God het niet kan, niet zelf kan. Maar het is eigenlijk andersom. God heeft ons een hele mooie tuin gegeven, heeft ons een aarde gegeven om ons te onderwijzen. Het was de bedoeling dat wij door het beheren van de aarde, door te ontdekken hoe de goddelijke principes werken in de schepping, in de natuur, door de natuurwetten te onderzoeken, door het gedrag van de dieren, de vogels en de planten te onderzoeken, daardoor zouden we steeds meer God leren kennen. En God wilde zichzelf met de mensheid delen, door middel van zijn schepping. Want door kunstwerken te bestuderen, daardoor ga je ook iets van de kunstenaar begrijpen, van wat er in zijn hart leeft, van wat zijn diepste motieven zijn. En zo is het ook met de schepping. Als jij de schepping leert onderzoeken met de ogen van je hart, dan zul je daarin God ontmoeten. Dan kan hij zijn liefde daarin aan jou openbaren. En dat is ook de enige reden waarom God de schepping heeft gemaakt en waarom God ons, jou en mij, de taak heeft gegeven om de aarde te beheren. Om het te ontdekken. Om gebruik te maken van de natuurwet. Deze te leren kennen, daar gebruik van te maken. En zo aldoende God beter te leren kennen en onszelf beter te leren kennen. Dus de schepping is niet geschapen om ons een taak te geven, maar om ons te onderwijzen. Als wij gaan inzoomen op het scheppingsverhaal, het tweede scheppingsverhaal, dat staat in Genesis 2, waarin wordt ingezoomd hoe de schepping van de mens precies heeft plaatsgevonden, dan gaan we het hart van God ontdekken. Dan gaan we ontdekken waarom God jou en mij geschapen heeft. Want daar wordt beschreven hoe God de mens schiep. Want God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. De mens, jij en ik, zijn dus geschapen naar het beeld van God. En dat betekent niet dat je de ogen en de neus en de mond en de haren van God hebt, maar dat je de goddelijke kern hebt, de persoonlijkheid, het vermogen om lief te hebben, het vermogen om te scheppen. Je hebt allerlei goddelijke kwaliteiten en eigenschappen die uit God zijn. En daarin lijk jij op God. We hebben een eeuwig leven, een eeuwige geest ontvangen. Uit God. Er zijn een heleboel kwaliteiten en karaktereigenschappen die ons verbinden met God, die lijken op God, die ons in staat stellen om een relatie met God te beleven. En dat is ook precies de reden waarom jij en ik zijn geschapen door God. We gaan nu even inzoomen op het scheppingsverhaal, Genesis 2. God schiep de mens, God schiep Adam uit de klei. En Adam betekent eigenlijk rood en rood staat zowel voor liefde als voor gevaar. Een rood hartje is het teken van liefde, maar een rood stoplicht is het teken van pas op. Dus, en die thema's, liefde en gevaar, dat hoort eigenlijk bij elkaar. Liefde en kwetsbaarheid. Liefde kan niet zonder kwetsbaarheid. Dus God schiep de mens in zijn kwetsbaarheid. En dat moest omdat God Adam heeft geschapen met het vermogen om lief te hebben. En bij het vermogen om lief te hebben hoort ook een vrije wil. En dat maakt de mens kwetsbaar. Nou, God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En vervolgens zegt God, en dat is heel belangrijk, het is niet goed. Hij schiep de mens en hij zei, het is niet goed. Nou, wat was er niet goed aan die mens? Het was niet goed dat hij alleen zei. En dit raakt de kern van het wezen van God en van het wezen van de mens. Het is niet goed dat we alleen zijn. Want liefde verlangt erna om zichzelf te delen. En daar
Daarmee hebben we direct de kern van de reden van jou en mij bestaan. God die legde in Adam het verlangen om zichzelf te delen. En toen brachten eerst de dieren bij Adam en daarin zag Adam dat de dieren allemaal een partner hadden. Die kwamen allemaal met paardjes, mannetje en vrouwtje. En toen merkte Adam in zichzelf, ja maar ik dan? Ik heb niemand waarmee ik mijzelf kan delen, waarmee ik mijn liefde kan delen, waarmee ik mijn hart kan delen. Iemand die mij begrijpt, die bij me past. En toen Adam dat gemis in hem voelde en dat ook herkenbaar maakte aan God, toen zei God, oké, ik zal een hulp maken, een vrouw die bij jou past, die uit jou is en die bij jou past. En hij liet Adam in een diepe slaap komen en uit de zijde van Adam, het is niet een rib, maar de zijde, dat staat in de grondtekst, bouwde God Eva. En God bracht Eva bij Adam en toen zei Adam, dit is vlees naar mijn vlees, dit is uit mijn hart, hierin herken ik mij. Ik herken mij in die vrouw en die u mij gegeven heeft en daarmee kan ik een hele diepe liefdesrelatie ontwikkelen. Daarmee kan ik mijn hart delen, want hij herkende zichzelf in Eva. En het mooie is, Eva is uit de man en daarom herkende de man zichzelf ook in Eva en samen waren ze weer één. En dat gaat, hiermee wordt een diepe goddelijk geestelijk principe uitgelegd, want als God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis met het verlangen om zichzelf te delen. En hij zegt eigenlijk ook, het is niet goed dat Adam alleen zij, terwijl hij hem geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Dat zegt dus iets over het hart van God. Dat betekent dus dat God tegen zichzelf zegt, het is niet goed dat ik alleen ben. Ik verlang mezelf te delen met iemand die tegenover me staat, die op mij lijkt, die uit mij is. En zo, als Eva uit de man is genomen en waardoor ze samen weer één kunnen worden, zo is de mensheid, Adam, uit God ontstaan. God heeft iets van zichzelf genomen uit zijn zijde, heeft het in de mens gelegd, hij heeft zijn levensadem, zijn geest in de mens geblazen, heeft iets van zichzelf in de mens gelegd en daardoor miste hij iets wat de mens had. En de Bijbel zegt dat zo, de geest die hij in de mens deed wonen, daar verlangt hij naar met jaloersheid. En dan met een positieve jaloersheid, met een liefdevolle passie, verlangt hij verbinding te maken met dat stukje van zijn geest wat hij in de mens heeft gelegd. Dus God verlangt naar een liefdesrelatie. En dat is ook precies waar het over gaat in de Bijbel. De Bijbel begint met een liefdesrelatie tussen Adam en Eva. Het begint met een huwelijk. Dan op een gegeven moment krijgen we dat God een verbond sluit met het volk van Israël, waarmee hij ook een huwelijksrelatie aangaat. En later in het Nieuwe Testament komt Jezus als bruidegom, of aan wordt gezegd, heeft, die de bruid heeft, is de bruidegom. En Jezus wordt afgespiegeld als de bruidegom die uitziet naar de bruid. En de bruid, dat is dan de mensheid die hij verlangt weer terug in verbinding met Gods liefde te brengen, in het heilig verbond. Dus de Bijbel eindigt in het boek Openbaring ook met de beschrijving van de bruiloft van God, van het Lam, van Jezus Christus, met de bruid, dat is zijn gemeente. Dus door heel de Bijbel heen gaat het om een liefdesrelatie. Ook Paulus beschrijft het huwelijk tussen man en vrouw als iets heel bijzonders, als een geheimenis. Maar, zegt hij, ik spreek met het oog op Christus en zijn gemeente. Dus hij heeft het over de geestelijke symboliek, die werkelijkheid is in de relatie die jij en ik met Jezus kunnen hebben. De intimiteit die nog dieper gaat dan de intimiteit en de eenwording tussen man en vrouw. Want de eenwording tussen man en vrouw, dat is een aardse eenwording. En de eenwording tussen jou en God is een geestelijke eenwording die de dood overstijgt. Het is een eeuwige eenwording en een diepgang die met geen pen te beschrijven is. Dat is de reden waarom God de mensheid heeft geschapen. Dus niet om voor hem te werken, niet om daden te doen, niet om een missie te volbrengen. Dat kan God allemaal zelf wel, maar hij verlangde naar een bruid. Dat is de enige reden waarom God de mensheid heeft geschapen. Hij verlangde naar een bruid. Om zichzelf mee te delen, om een diepe verbinding mee te maken, om zijn hart mee te delen, om een liefdesrelatie aan te gaan. Dat is de reden waarom God de mensheid als geheel heeft geschapen. Nou, dan wil ik ingaan op de volgende vraag. Dus de mensheid is geschapen omdat God verlangde naar een partner tegenover zich met wie hij zichzelf kon delen.
En omdat God natuurlijk zo ongelooflijk groots is, daarom heeft hij ook zo ontzettend veel mensen nodig, miljarden mensen, om iets van zijn hart te kunnen delen aan de mensheid. Hij heeft zo'n groot hart, hij is zo veelzijdig, hij is zo almachtig, dat hij heel veel mensen nodig heeft om iets van zijn hart en zijn liefde kwijt te kunnen. Dan kun je je afvragen, ja, maar als God al miljarden mensen heeft, waarom wilde God nou specifiek nog mij hebben? Had hij niet genoeg al? Heeft hij niet al genoeg mensen? Waarom verlangt hij specifiek naar jou? Nou, om dat te kunnen begrijpen, ga ik ook weer terug naar een gezin. Stel, je hebt een gezin met meerdere kinderen, of kijk gewoon in je eigen hart. Je hebt ook meerdere relaties, of je nou getrouwd bent of niet. Misschien heb je meerdere vrienden. Maar je kunt je wel voorstellen, je merkt ook dat je met de ene kun je dit delen. Kun je goed praten over je hobby. En met de ander kun je goed praten over je werk. En met weer een ander kun je goed filosoferen. En met weer een ander kun je weer diepe dingen over het geloof delen. Maar je deelt met iedereen weer iets anders. Je hebt met iedereen weer een ander soort relatie. Omdat iedereen anders is. En zelfs al ben je getrouwd dan, en je kent elkaar door en door, dan heb je toch soms, ja, ga je met een vriend weer iets anders delen wat je met je vrouw niet kan delen. Omdat dat gewoon, je vrouw heeft daar geen interesse in en dat ligt niet in haar interessesferen. En dat kun je dan wel weer prima met een vriend delen. En dat geeft ook helemaal niet, omdat God ons allemaal aan elkaar gegeven heeft. Maar het laat iets zien dat we dus allemaal unieke relaties hebben met ieder mens. Nou, en zo heeft God ook met ieder van ons een unieke relatie. En dan ga ik even inzoomen op jou. Waarom heeft God dan jou gemaakt? Nou, omdat God nog geen versie van jou had. Dus hij heeft iets van zijn geest, kon hij nog niet delen. En dat stukje wat hij met niemand anders kan delen dan alleen met jou, heeft hij een ontwerp gemaakt. Hij zegt, en nu wil ik dat stukje van mijn hart delen, dat stukje van mijn geest, wat ik nog met niemand anders kan delen op heel de aardbodem, met al die miljarden mensen die er al bestaan, heb ik toch nog een stukje wat ik niet kan delen. En om dat wel te kunnen delen, daarom heeft God jou gemaakt. Hij heeft God jou uniek gemaakt, met een uniek karakter, met een unieke persoonlijkheid. En hij heeft een stukje van zijn geest heeft hij aan jou gegeven, wat niemand anders op heel de aardbol ooit heeft gehad. En daarom is jouw relatie met God ook uniek. En Gods relatie met jou is uniek. En dat is ook onvervangbaar. Jij kunt dat niet, niemand kan jou vervangen. Jij bent uniek en God zegt niet, oh, maar ik heb al zoveel mensen, ik mis het niet als jij er niet bent. Nee, hij mist het wel, want als jij er niet bent, als hij die liefdesverbinding met jou niet kan maken, dan doet dat stuk van zijn hart pijn. Want dat stuk van zijn hart verlangt naar om zich met jou te delen. En dat kan hij alleen met jou delen, omdat ik als persoon Robert dat niet kan begrijpen, wat jij van God kunt begrijpen. En je buurman kan het niet begrijpen, je partner kan het niet begrijpen, je kinderen niet en je voorganger niet. Dat stukje wat jij van God kunt begrijpen, omdat jij uniek bent, dat kan niemand anders begrijpen. Jij hebt een unieke relatie met God. En God heeft een unieke relatie met jou. En daarom is ook zijn volle aandacht, 100% of 1000%, is op jou gericht. En hij hoeft zijn aandacht niet te verdelen, want dat stukje wat hij met jou kan delen, kan hij toch niet met iemand anders delen. En daarom is hij ook voor 100% is hij gewoon aanwezig in die relatie met jou, wat hij met jou heeft. Want hij kan zijn volheid met jou delen, datgene wat jij aan volheid van God kunt ontvangen, omdat jij een unieke persoonlijkheid bent. En dat stukje, dat is helemaal tussen jou en God. Daar komt niemand tussen, daar kan ook niemand tussen, want niemand anders kan dat begrijpen, want jij bent uniek. Jij bent dat stukje van de diamant, hè, dat stukje weerspiegel jij in jouw leven vanuit jouw uniek zijn. En dat is nou het mooie van, jij kunt dat unieke stukje van God ervaren, beleven, ontdekken. En dat niet alleen, maar vanuit die unieke relatie die jij met God hebt, kun jij ook op een unieke wijze dat stukje van God tot expressie brengen hier op aarde. En dan, als je het al hebt over een taak, wat het minst belangrijke is, want het belangrijkste is het groeien in zijn, dat jij helemaal tot bloei komt, dat je helemaal die persoon wordt, helemaal in vrijheid, in vreugde, zoals God het bedoeld heeft. Maar als je dan al over een taak spreekt, wat is jouw taak dan? Nou, om dat stukje van God, wat jij kunt beleven en ervaren via jouw persoonlijkheid,
persoonlijke gaven en talenten, dat je dat stukje tot expressie gaat brengen in jouw leven. En dat is niet een zware last, maar het is een vreugdevol leven met God. Dat kan ook alleen maar vanuit intimiteit met God. En de bedoeling is dat we samen met God op aarde leven, gaan genieten van de aardse dingen, gaan genieten van het leven zelf, van de zintuigen, van mooie geluiden, mooie heerlijke geuren, genieten van eten, genieten van relaties, genieten van de schepping, genieten, alles genieten wat God heeft gemaakt. En in dat genieten en het leren ontdekken van het leven, samen met God, in een vreugdevol, harmonieus proces, daarin gaan we God steeds beter leren kennen, daarin kunnen we de liefde van God tot expressie brengen in ons leven, met ons specifieke karakter, gaven en talenten. En daarin zijn we een licht in de wereld. Jij maakt de wereld weer een stukje mooier door te zijn wie je bent. Niet te vreselijk je best te doen, maar door te zijn wie je bent. Ga daarom ook nooit proberen iemand anders te zijn, of iemand anders na te apen, of een bepaalde status na te jagen die iemand anders heeft. Dat is allemaal verloren energie. Want op het moment dat jij probeert iemand anders te zijn, dan ben je niet meer jezelf. En dan sta je niet meer in je kracht. En dan komt er spanning in je leven. Dan heb je verschillende petten op. Hè? Want op je werk ben je zo, en in de familie ben je zo, en daar ben je weer een ander persoon. En dan ben je een gespleten persoonlijkheid die continu moet switchen. En dat is enorm vermoeiend als je steeds maar weer moet nadenken, wat vindt een ander van mij? Wat moet ik doen om hier gewaardeerd te worden? Wat moet ik doen om daar gewaardeerd te worden? Dat is ongelooflijk inspannend. En dat zuigt energie. Je kunt niet jezelf zijn. Je voelt je gevangen in een gevangenis dat je allemaal moet voldoen aan allerlei normen en waarden en wat mensen van je vinden. En Jezus zegt, ik ben gekomen om jou te bevrijden. Om jou te bevrijden van alles wat jou vasthoudt, om waarlijk jezelf te zijn. Om je te bevrijden van angsten van mensen, om je te bevrijden van allerlei ideeën van dat je allerlei dingen moet doen, dat je jezelf moet bewijzen, dat je allerlei prestaties moet leveren om maar gewaardeerd te worden, om maar geliefd te worden. Jezus is gekomen om jou daarvan te bevrijden. En jou de boodschap van liefde te brengen. En hij zegt tegen jou, mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, ik hou van je. Zoals je bent. Ik heb jou geschapen vanuit mijn liefde. En ik wil alleen maar dat jij gaat groeien in zijn. Dat is jouw enigste taak, om te komen in intimiteit met mij, zegt Jezus. Om mijn liefde te ontvangen. Om mijn omarming toe te laten. En dan ga ik jou brengen tot jouw schoonheid. Tot je volle schoonheid. Tot je volle kracht. En dan zul je stralen. Jou, wie jij echt bent, mag je leven. En dan leer ik jou genieten. En dan leer ik je mijn liefde uit te stralen. Maar op een wijze zoals dat precies bij jou past. Niet iets wat op jou wordt gelegd, maar iets wat je wat van binnenuit ontstaat. Iets waar je helemaal happy in voelt, waarin je als een vis in het water voelt, omdat dat helemaal jij bent. Dus de reden van jouw bestaan is omdat God naar jou heeft verlangd. En God heeft een unieke relatie met jou, die hij met niemand anders kan delen. En daarom verlangt hij naar jou. Met zoveel verlangen, met een puur zuiver verlangen. En hij verlangt niet naar een volmaakte zoon of een volmaakte dochter. Hij verlangt naar jou. Naar jouw hart. Hij zegt, kom in mijn armen. Kom bij mij. En laat mij jou beminnen. En laat mijn liefde jou helen. Laat mijn liefde jou bevrijden. Laat mijn liefde jou onderwijzen wie je echt bent. Dat je mooi bent. Dat je krachtig bent. Dat je uniek bent zoals je bent. En laat mijn liefde jou bevrijden van alle lasten, van alle zorgen, van alle beklemmingen, van alle maatstaven die de wereld op jou legt of die je jezelf hebt opgelegd. Laat mijn liefde jou bevrijden. Opdat je helemaal vrij kunt zijn om je ware zelf te leven. Want ik heb bedoeld dat jij gelukkig bent, dat je heerlijk vrij bent. En dat je in mijn liefde komt en vanuit mijn liefde dat we samen gaan leven. Dat we samen gaan genieten van het leven. En dat mijn liefde door je heen mag stralen op een wijze zoals het bij jou past. Want ik ben er, zegt Jezus, om jouw dromen te verwezenlijken. Om de droom die ik in jouw hart heb gelegd. En dat is een droom die geleefd zal worden, een vreugdevolle droom. Een droom die te maken heeft met het tot expressie brengen van de liefde van God. Heer, ik wil u danken. Heer, voor deze geweldige boodschap. Heer, en ik wil u bidden, Heer, dat deze boodschap, dat u dat met uw Heilige Geest overdraagt in degene die naar deze boodschap luistert. Want het is een boodschap die hemels is. Die zoveel groter is dan dat wij
kunnen begrijpen, dat wij kunnen beseffen met ons verstand. Heer, maar u kunt het in ons hart openbaren. En dit is een boodschap die een geweldige bevrijding bewerkt. Want in die boodschap is geen prestatie meer. In die boodschap is een diepe aanvaarding. En zo zegen ik je in de naam van Jezus Christus met een diepe openbaring van die goddelijke, onvoorwaardelijke liefde voor jou. Dat je daarin tot heerlijk, tot bevrijding komt en tot ontdekking wie je echt bent. Dat je daarin mag ontdekken wie God voor jou is. En dat je in die liefdesrelatie met Jezus mag komen. En dat bid ik je toe, opdat je in een heerlijke vrijheid mag komen. Verlost van alle concepten die jou tot een slaaf hebben gemaakt. Want God heeft jou niet geroepen tot een slaaf, maar tot een zoon en een geliefde dochter van hem. En zo zegen ik je in Jezus' naam. Amen.